Waarom heeft een generieke domeinnaam nou meer waarde dan een niet-generieke domeinnaam? Nou, laat ik je vooraf een stukje vertellen over generieke domeinnamen. Generiek zijn de woorden die op meerdere markten toepasbaar zijn. Denk in algemene termen. Denk aan auto, denk aan verzekering. Dat zijn generieke woorden die je in niches zou kunnen opdelen als bijvoorbeeld autoverzekering, huisverzekering, maar ook autogarage, auto-onderdelen, autokopen. Dus de generieke naam hierin is het stukje auto en bijvoorbeeld auto.com, auto.nl. Omdat ze op meerdere markten toepasbaar zijn, zijn ze ook voor veel meer mensen interessant om te gebruiken voor hun bedrijf en voor hun handel. Een van de meest populaire generieke domeinnamen, die echt voor het hoogste bedrag verkocht is, was seks.com. Seks.com is volgens mij voor iets van 13 miljoen euro, dollar, van de hand gedaan. Ja, die is inderdaad in de grote branche als een hele korte drie letter domeinnaam inzetbaar. Voor alle vormen. En datzelfde geldt voor auto. Even een hoest tussendoor. Heerlijk. Hetzelfde geldt voor een voor auto. Voor elk autobedrijf is een domeinnaam als auto.nl waardevol. Dus hoe breder bereik je ermee kunt bereiken, hoe hoger de waarde is van de domeinnaam. En zou ik bijvoorbeeld iets hebben als een auto12345.nl, ja, dan is dat niet heel erg breed inzetbaar, behalve dus voor een autobedrijf dat 12345 heet. Ik hoop dat je iets meer begrip hebt dan van waarom een generieke domeinnaam zijn waarde heeft. Dat komt omdat hij heel breed inzetbaar is over alle markten heen. Alle niche-markten kun je ermee bedienen. Dankjewel. En mocht je tips willen, wil je vragen hebben of jouw domeinnaam generiek is, mail ons gerust. Vragen beantwoorden we altijd. Dankjewel.